Hallo mensen, ik introduceer u. De pikhaak. Pikhaak, zo ja. De pikhaak. Het is niet een haak voor je dinges. Ja, eigenlijk stiekem wel. Om de bal te pakken. Je kan er de bal mee pakken. Zo van. Nee. Vertel eens hoe je hem kan pakken, Mike. Zo naar beneden. Dan kan je zo. Zie mensen, onze nieuwe creatie. Wat was eigenlijk? Doe je truc eens. Henson! Kan ik ook. Je kan hem ook gebruiken als je zo doet, zo. Zie je goed grip? Of ik bedoel voor bergbeklimmers. En dan kan je zo. Kun je zo, kijk. Ik kan hem gewoon volledig gaan hangen zonder dat hij breekt. Nou, probeer het maar niet draaien. En als we het nou zo als leuningje houden, als we het echt nodig hebben. Dus alleen in noodsituaties. Dan doe je zo en zo. En dan zo. En dan kun je hem meenemen. Deze gaat op marktplaats, hè? Ja. Zetten we onze, nu zetten we even onze parkour skills op. Gaan we hier ja. Naar boven. Ja, de parkour. Oké, spannend muziekje in 3, 2, 1. Wacht. Ik wil eerst even het boek lezen. Sander, stop! Ah, fuck. Oké, parkour skills. Zo, pleur van jou. Nee, zo de brand heeft. Ja, dat lukt. Kijk, allemaal pang, pang, pang. Oké, parkour skills. Parkour skills. Parkour skills. Wacht. Oké, dus dit. Aardig hoog. Dan ga ik even draaien. Stop dan maar. Draaien. Je ziet aardig hoog. Best wel eng. Race. Nee. Parcours. Je hebt fucking hoog. Ik viel. En liet mij bijna struikelen. Je valt in de strand. Wat ga ik doen? Je hebt wel een stuk uit je hollen. Nou mensen, de brug gaat draaien, we gaan weg. Ik praat een beetje zacht omdat ik echt fucking moe ben. Maar kijk, daar gaat hij. Hij gaat open en we gaan weg. Sander ligt nog even te pitten. En ik moet dit ding even voor mijn pols hebben. Oh kijk, daar gaat hij. Ja. Ja hoor mensen. Ja hoor, heus. Zag die vogel. Yo, die hebben echt skills. En ze zit zo te tapdansen, weet je wel. Ze met zijn voet zo. Echt skills. Kijk, doet hij het weer. What the fuck. Als ik even kan inzoomen op die late kip of zo. Ik weet niet hoe die dingen heten. Maar dan ging hij even tapdansen, kijk. Laat eens even nog een keer zien. Tap dansen. Jezus, het lijkt net een natuurdocumentaire. Godzonde. Ga je weer tap dansen? Nee, kijk, nu gaat hij lopen. Kijk, gaat hij springen? Ja, zie je? Zag je dat met zijn voet? What the fuck? Dat is echt een gave kip. Ik bedoel, een vogel. Het is geen kip. Kom je daar eens even bij.
Oké, nou, we gaan daar lekker open. Ik ben echt moe, daarom praat ik zo zacht. Maar we zullen de boot natuurlijk toeren als Sander helemaal wakker is. En het is dag, want overnacht. En we gaan lekker over zee varen, dus we gaan gelijk even pittig beginnen. Zo, nou, dat is echt bizar. Dit is echt een schuifbrug. Ik bedoel, draaibrug. Ik weet niet. Kijk, we varen. Kijk eens wie ik heb gevonden, mensen. De enige echte Harry in de Droompot. Prachtig. Helemaal bang, maar ja. Sander vindt gelijk ook helemaal geweldig. Of niet? Hé, Sander? Ja. Jij vindt Harry ook helemaal leuk, hè? Tuurlijk. Ga maar aan. Ik ga deze ruimte strijken. Doe het zelf. Cheater. Oké, hier komen de golfjes. Woehoe! Komt ie. Yes. Applaus. We zitten hier bij de Droompot met de huisjes. Sander heeft zijn pikstok weer bij zich. En ik heb iets met mijn knie gedaan wat niet echt slim was. Nou, gisteren. Maar ik had gisteren iets gedaan met mijn knie. En dat was niet echt handig. Maar ik zal nu even een foto laten zien. Ja. Maar ja, we gaan even de huisjes even toeren. Dit zijn de nieuwe huisjes. Van schuime huisjes. Van Sander de Stijve. Ja, de Stijve. Nee, ik ben Harry! Ik ga wat spelen. Sandini. Ik wil dat touw vastpakken. Ja. Ben je in het water gepleurd of zo? Hè? Hij rijdt rond de touw. Haal hij dan? Even onderdoor rijden, onderdoor. Goed zo. Ja, zet me gewoon vast. Ja, dat weet ik niet. Dat zie je mezelf. Nou mensen, we zitten nu op... Welk meer zitten we? We zitten nu op de Oosterschelde en het is echt aan het waaien. Dat is echt bizar. Dus natuurlijk ook hoge golven. En als je kijken naar die boot, dan zie je dat het best wel hoge golven zijn. En omdat de bewijs hebben we hier zo'n ijsdipak. Ja, wacht, doe dan dit. Ja. Deze is al open. Zag je dat? Dus het is best wel heftig allemaal. Dan heb ik nou. Je blijft er ook echt 3 kwartier op staan, hè, klootzak. Ga even zitten. Ga even zitten, Ryan. Ik stoot hem al op. Dag nou. Vader. Waar naartoe? De thuishaven. En wat is dat? Dat weet je toch wel. Jawel. Ik ben moe. Jezus. Portselanden, mensen. Portselanden. En...
We zitten nu lekker te varen. De haven uit van Bruinissen. En de volgende, ja, het zal niet echt heel lang duren. Het is een 2,5 uur varen of zo. Voordat we er weer zijn, is niet aan. Deze keer zijn we. We gaan nu lekker zeilen gewoon. Het is lekker weertje. En ja, we zien jullie later. Enige laatste woorden tegen de camera zeggen. Hoi camera. We gaan weg. Doe die camera.